Joop van Ooyen heeft een duidelijke reden voor de tekst op zijn dak. Als de file op de A15 staat naar Rotterdam, komt er heel veel hier langs. En die kunnen dan 's morgens en 's middags nog eventjes eraan herinnerd worden. Dat het niet hopeloos is de toekomst, maar dat er een heerlijke toekomst is als je kiest voor Jezus. De Giezenburger beleidt zijn geloof in elk deel van zijn leven. Hij leeft naar de Bijbel. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En hij is vader van 16 kinderen, want God is overal. Als God mijn vader is en leidt mijn leven, dan zeg ik altijd, dan doet hij het ook onder de lakens. En als er 16 kinderen komen, komen er 16 kinderen. Ik geef dat over. Van Ooyen gelooft zo sterk dat stoppen met het uitdragen van zijn boodschap geen mogelijkheid is. Wat welke rechter dan ook zegt. Nou, voor mij is het alleen maar belangrijk dat mensen weten dat Jezus mensen redt. En dat iedereen bij hem kan komen. En op welke manier we dat vertellen, of op straat of op welke manier dan ook. Ik zal proberen om dat te blijven doen tot mijn dood.